We bevinden ons op de Bosweg en wel bij het zwembad de Molenheide. En al wandelend langs Ariel de Kleine Zeemermin ga ik u vertellen dat wij vanavond weer een hele vette prijs gaan uitreiken van €350. En wel aan Neptunus. Ze weten het nog niet allemaal, maar ik ben erg benieuwd wat ze ervan gaan vinden. Gaat u met me mee? We staan inmiddels binnen in het zwembad waar naast mij staat Femke van der Hoeven van zwemvereniging Neptunus 58. Femke, leuk dat we hier vandaag te gast mochten zijn. En Neptunus 58, wat doen jullie allemaal? Wat is het? Wat is er voor een vereniging? Wij zijn een hele uitgebreide vereniging met verschillende disciplines. Je kunt bij ons zwemmend redden, je kunt bij ons synchroon zwemmen, wedstrijd zwemmen, waterpoloën. En je kunt ook nog een hele hoop diploma's bij ons halen bij het zwemvaardigheidszwemmen. Hoeveel leden heeft Neptunus eigenlijk? Op dit moment zitten we tussen de 250 en 300 leden. Okay. Alle disciplines bij elkaar. En hier bij het zwemmend redden hebben we 35 deelnemers. Zwemmend redden. Wat houdt het precies in? Wat moeten ze er allemaal voor kunnen? Hebben ze er een vaarbewijs voor nodig? Leg eens uit. Nou, het is heel fijn als mensen kunnen zwemmen. Maar er kan altijd wel iets gebeuren waardoor je ineens niet meer zo goed kunt zwemmen. Mm-hmm. Dat je bijvoorbeeld kramp krijgt in je been. En dat je dan een probleem hebt om eruit te komen. En onze kinderen leren we nu om mensen met een probleem uit het water te halen. Dus iemand die niet meer kan zwemmen, een drenkeling, om die naar de kant toe te halen. Is dat alleen voor leden van Neptunus het reddend zwemmen? Of het zwemmend redden moet ik zeggen, ik draai controle. Redden, ja. Of is dat ook toegankelijk voor mensen van buitenaf? Hoe gaat dat in zijn werk? Onze jongste deelnemers zijn op dit moment 6 jaar. 6. En de oudste, dat zijn volwassenen die meedoen. Dat zijn ouders van kinderen die ook meedoen. En dat is ook het leukste aan deze cursus. Je hoeft geen lid te zijn van Neptunus om mee te mogen doen. Iedereen uit Schijndel en omstreken mag meedoen. Waar kan men zich aanmelden als ze dat zeggen van nou dat lijkt me wel wat, daar wil ik ook naartoe. Als ze het nou heel leuk vinden om een keer mee te komen doen, komen ze op zaterdagavond vanaf 6 uur naar het zwembad in Schijndel toe. Heeft Neptunus ook nog een website waar men informatie vanaf kan halen? Ja, dat is www.neptunus58.nl. We hebben hier de hele club bij elkaar verzameld van het zwemmende redden. Ik zeg het nu wel in de goede volgorde. Helemaal goed. We hebben voor jullie een hele mooie waardecheck van €350. En die wil ik jou heel graag overhandigen. Van harte proficiat en doe er veel leuke dingen mee. Hartelijk bedankt. €350. Wat ga je ermee doen? Bij het zwemmend redden gaan we volgend jaar met een nieuwe diploma-serie starten. Krijgen we allemaal nieuwe brevetten. En bij nieuwe eisen horen ook nieuwe materialen. En deze €350 gaan wij daar helemaal voor gebruiken. Hartstikke goed. We zijn er heel blij mee. Zijn we er blij mee, jongens? Ja! Maar luister eens, wat ik me nou afvraag. Hè? Want er zitten best kleintjes mee, moet je kijken. Van die kleine mensjes allemaal. Als er nou een grote kerel in het water ligt, kunnen jullie die dan ook op de kant krijgen? Ja! Daar geloof ik helemaal geen s'nachts van. Nee. Nou, dan wil ik dat zien. Okay. Dan gaan we doen. We gaan het doen. Eindelijk veilig op de kant. Ik was echt een beetje in paniek. En het geeft me echt een heel goed gevoel dat twee zulke jonge kinderen. Hoe oud zijn jullie eigenlijk, Nika en Bas? 8 en 10 jaar, moet je kijken. Dat die dat zomaar voor elkaar krijgen om een man van ruim 96 kilo op de kant te krijgen. Ik vind het een
Hele goede prestatie. En dames en heren, daarom vind ik ook, en dat zeg ik even uit persoonlijke titel, dat Neptunus deze 350 euro dan ook meer als dik verdiend heeft. Ik wens u heel veel succes met de laatste 3 ronden van TV Bingo. En ik zie u graag volgend seizoen weer terug. Tot de volgende keer. Dag! Tja, en dan wil je iedereen laten zien hoe dat gaat als zwemmen erin. Maar ja, ze hebben helemaal vergeten andere kleren mee te nemen. Dan ga ik lekker naar huis. Doei! We gaan nog niet naar huis. Nog naar de Jan.